Welkom bij de bijzondere huizen Soes en ik heb een afspraak met Gabi en ik ga het ons laten zien wat voor een bijzonder leuk huis het is. Kom je mee? Hi Gabi, hallo. Welkom. Ik kom lekker bij Willy, kom lekker kijken. Ja, gezellig. Nou, kom verder. Ja. Nou, de zon schijnt. Dat is even mooi. Ja, echt waanzinnig. Ja. Kijk, want dit is dus echt de extensie van jullie leefruimte. Oh. Ja, onze woonkamer. Echt, in de zomer is het meer onze woonkamer. Dus eigenlijk al hier. Ja, ja. Lekker aan tafel of hier. Wat is het systeem wat ik hierboven zie hangen? Dat is een overkapping. En deze overkapping kan tegen storm, tegen regen. Het is gewoon een overkapping die je de hele zomer lekker uit kan laten. En daaronder kan blijven zitten, ook al regent het. Dus heb je een feestje en het regent. Nou, don't worry. Je blijft hier lekker zitten en bellen. Groot genoeg om uitgebreid te kunnen barbecue, kunnen eten. Ook dit is een heerlijke, lekkere relaxplek zo. Hè? Ja. Hoe je kijkt alleen maar in het groen. Heel goed. Wat is dit wat een gave inzicht de ruimte? Dankjewel. We zijn hier in het, wat jij dan hier het Grand Café noemt. Hè? Zo heeft iedere ruimte heeft een eigen naam gekregen. Ja, klopt. Meerdere werkplekken zie ik hier. Werkplekken. En ja, eigenlijk een heel goed uitgeruste keuken zo. Hè? Dat is... Compleet. Ik vind het heel fijn om hier terug te trekken, om het te focussen. En het is allemaal goed geïsoleerd. Dit is hier eigenlijk heel erg cool. Hè? Ga naar de volgende. We zitten hier in de Airbnb. 50 vierkante meter Airbnb-ruimte, dus onvoorstelbaar. Ja, zeker. Met een eigen entree. Dus mensen die hebben gewoon eigenlijk alle ruimtes, kunnen voor de deur parkeren en een eigen badkamers. Ja, eigenlijk een ideale mogelijkheid als je van je huis iets wil maken waar je ook geld mee kan verdienen. Nou, zeker. Wat een heerlijke plek hier zit, hè? Ja. Echt een heel leuke. Ja. Hey, waarom heb je eigenlijk dit huis ooit gekocht? Vanwege de ruimte. Zoals je ziet, een heerlijke bostuin. En het huis heeft heel veel ruimte en heel veel mogelijkheden. Je hebt hier heel veel verbouwd. Ja. Er is heel veel liefde in gestoken. Zeker, ja. Ja. Ik heb vooral ook heel veel liefde gestoken in de ruimte in het huis die ik verhuur als Airbnb. Dat is het bed and breakfast. En dat heb ik 5 jaar lang met heel veel liefde gedaan. Ik vond het ontzettend leuk om zo verschillende mensen te ontmoeten. En wellicht dat ik dat wel echt het meest ga missen. En dat kunnen we dus aan een nieuwe eigenaar. Zeker wel, ja. Leuk. Hoe zou het huis kort kunnen samenvatten? Hoe zou jij dat benoemen? Het huis heeft gewoon heel veel mogelijkheden. Een huis met heel veel potentie en heel veel mogelijkheden. Volgens mij is dat de perfecte omschrijving in deze woning. Zeker. Cheers.